Nadat Napoleon in 1815 definitief is verslagen bij Waterloo, breekt er een nieuwe tijd aan voor Europa. En er breekt ook een nieuwe tijd aan in deze historische context. We komen terecht bij de laatste deelvraag. Welke invloed had de verlichting op de politieke cultuur in de periode 1815-1848? En we hebben het nu niet meer over Frankrijk, we gaan nu weer kijken naar de politieke cultuur van heel Europa. En we focussen ons in deze video op twee plaatsen, namelijk Wenen en Verona. Daar vinden congressen plaats die een heel goed beeld geven van hoe die politieke cultuur van Europa was in deze periode. Eerst naar Wenen. Daar wordt nadat Napoleon voor de eerste keer verslagen wordt een congres gehouden om te kijken hoe het nu verder moet in Europa. Omdat Frankrijk dus eigenlijk gewoon dat hele Europese toneel veranderd had. Nou ja, tijdens dat congres komt Napoleon nog een keer terug voor zijn 100 dagen en hij wordt definitief verslagen. En uiteindelijk dus kan men echt gaan praten in Wenen over hoe het nu verder moet met Europa. En er worden twee uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst van Europa. Ten eerste vindt er de zogenaamde restauratie plaats. De oude orde van voor 1792 wordt hersteld. De oude machthebbers die komen weer terug op hun troon en de adel krijgt weer meer te zeggen, dat soort zaken. De verworvenheden van de Franse Revolutie en van de Verlichting worden dus zoveel mogelijk teruggedraaid. Nou, en daar staat het jaar 1792, maar die Franse Revolutie begon toch in 1789. Dat klopt, maar dit is wat er uiteindelijk uit de onderhandelingen komt. In 1792 werd Frankrijk pas een republiek, daarvoor was het een constitutionele monarchie. En in 1792 begonnen ook pas de oorlogen met het buitenland, dus toen kreeg ook eigenlijk de rest van Europa er pas echt mee te maken. Die verworvenheden van de Verlichting worden dus zoveel mogelijk teruggedraaid. De vorsten komen weer op de troon, de eerste en de tweede stand die krijgen weer veel van hun rechten terug. En die vinden dat dus eigenlijk wel prima. En de burgerij en de boeren, ja, die zien dat niet zo zitten. Want die raken dus veel van hun verworvenheden juist weer kwijt. Hun inspraak, die wordt dus bijvoorbeeld weer beperkt. Wordt alles teruggedraaid? Nee, er staat zoveel mogelijk. En in eigenlijk alle landen bleef de grondwet dan ook bestaan. De koning moest zich houden aan die grondwet. Het bleef een constitutionele monarchie. Was alleen één klein probleem. In die grondwet was het vaak zo vastgelegd dat de macht alsnog zo'n beetje bij die vorsten alleen lag. En daarom dus die hele dikke dislike daar van die burgerij. Want die hadden weinig te zeggen. Aan de andere kant wordt er in Wenen ook iets afgesproken om te voorkomen dat er weer nieuwe oorlogen uit zullen breken in Europa. Daarom wordt er afgesproken dat het zogenaamde machtsevenwicht gecreëerd moet worden en behouden moet blijven om nieuwe oorlogen te voorkomen. Geen enkel land mag proberen sterker te worden dan andere landen of proberen om zijn macht uit te breiden, want dan raakt de balans verstoord en is de kans op oorlog groot. Frankrijk had dat dus duidelijk gedaan toen zij vanaf 1792 in oorlog raakten met andere landen. Nou, en om bijvoorbeeld Frankrijk in toon te houden, wordt daar dat Oranjeland gesticht eigenlijk in Wenen, dat je daar op de kaart ziet. De Verenigde Nederlanden, tegenwoordige Nederland, België en Luxemburg, worden verenigd in één land, zodat ook aan de noordgrens van Frankrijk een sterk land ligt, wat Frankrijk niet zomaar binnen durft te vallen. En hier zie je dus na een periode van meer dan 20 jaar oorlog, dat de Europese landen proberen om door middel van praten, door middel van diplomatie, hun problemen op te lossen. En dat doen ze ook 7 jaar later. Als ze in Verona bij elkaar komen om daar een probleem te bespreken. En dat probleem heeft te maken met Spanje. Daar is ook weer een oude koning aan de macht gekomen. Daar is ook de macht gerestaureerd en heeft de koning eigenlijk weer vooral voor het zeggen. Maar de Spaanse liberalen die zien dat niet zitten en die komen in opstand tegen die Spaanse koning. Zij willen eigenlijk dat ze weer meer inspraak krijgen. Nou, die Spaanse koning ziet dat uiteraard niet zitten, heel veel gedoe in Spanje en daarom komt men in Verona bij elkaar. De Europese grootmachten die stellen een verdrag op en je ziet hier de moderne vlaggen van die landen staan. Engeland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk en Duitsland komen bij elkaar. Wat spreken zij af? Dat revoluties bestreden moeten worden, opstanden moeten worden tegengegaan, want dat zou alleen maar voor onrust zorgen. Ze spreken ook af dat de macht toch echt bij die koning ligt. Let op, dit zijn zelf vorsten die hun macht gerestaureerd hebben en die zeggen nu dus ook dat is goed, dat moet zo blijven. En ze zeggen ook dat liberale ideeën gecensureerd mogen worden, want die zouden alleen maar voor onrust en voor verandering zorgen. En dus voor zijn opstand net als in Spanje. Dit is wat ze bespreken en wat ze overeenkomen, maar het gaat niet allemaal van een leien dakje. Dat bepraten gaat niet van harte, want er is bijvoorbeeld heel veel frictie tussen Engeland en Frankrijk. Zeker als de Fransen al besluiten om die Spaanse opstand neer te gaan slaan. Zij sturen soldaten om de rust en orde te herstellen in Spanje. En misschien ook wel, denken de Engelsen, om de macht in Spanje een beetje over te nemen. Om meer invloed te krijgen op het Europees vasteland.
en de Engelsen die weigeren dan ook om dat verdrag van Verona te ondertekenen. En dan zie je dus dat ze het geprobeerd hebben in Wenen in 1815 om er door middel van praten uit te komen. Dat ze dan ook zeggen van, hey, we blijven praten als er problemen zijn. Maar 7 jaar later gaat het eigenlijk al mis. En dat verdrag van Verona is dan ook meteen het einde van de diplomatie via zogenaamde congressen waarbij men door praten probeert uit te komen. En deze gebeurtenis, het sluiten van dit verdrag van Verona, dat is weer een voorbeeld dat de examenmakers expliciet benoemen. Het heeft te maken met de kenmerkende aspecten van het voortbestaan van het Ancien Regime en het is ook nog steeds een gevolg natuurlijk van die democratische revoluties.